Goedenavond, dames en heren. En welkom bij de vierde Surprise Show van dit seizoen. Met welke man zal straks een hartig woordje gesproken moeten worden? En welk meisje maakte van onze populaire wenstent een poppenkast? Hier is uw blijver voor thuisman en surpriseman, dames en heren, Henny Huisman! U was toch ziek? Nico, ik ben alleen een beetje verkouden. En dan dat je als goede vriend nou mijn rol wil overnemen, schaam je. Ik wilde u alleen maar helpen, hoor. Nou ja. Erg, hè? Geef je zo'n man af en toe een klein rolletje, je ziet wat er gebeurt, zeg. Een beetje verkouden, dat is wel. Hallo, dag dames en heren, jongens en meisjes. Wat een idiote opening eigenlijk, maar wel leuk. Laten we maar gauw echt gaan beginnen. Zijn er al mensen die hun schoen hebben neergezet bij de centrale verwarming, bij de kachel? Ja? Die hebben er al een chocolademuisje in gekregen, als je die doorbreekt, dat er van dat soort kwijl uitkomt. Of zo'n letter van banket. Die heeft er wat gekregen. Zeg eens eerlijk, wie heeft zijn schoen al neergezet? Jij? Echt waar? Wat zou u nou het liefst in uw schoen willen hebben? Wie? Wat zou je voor snoepgoed nou graag in je schoen willen hebben? Mevrouw, u kijkt alsof u het laatste pepernootje verspeeld heeft. Nee, marsepein. Marsepein, oh, is lekker. Marsepein vind ik zelf ook zo lekker. Wat, als jij je schoen neerzet, hè? Geloof je nog in Sinterklaas? Nee. Niet? Maar je zet hem af en toe wel neer. Ja. En wat vind je dan lekker wat erin zit? Chocoladeletter. Chocoladeletter. En jij, zet jij je schoen ook nog neer? Soms. En je bent blij dat je de volgende dag er nog staat. Ja. Wat vind je lekker om in je schoen te krijgen? Chocola. Ook chocola. Ja. Zijn er nog mensen die iets speciaals? Je zegt van nou, dat zou ik nou wel lekker vinden in mijn schoen. Deze meneer. Wat vindt deze meneer lekker? Wortel voor het paard. Wat vindt u lekker om te krijgen? Een wortel voor het paard, dat vindt het paard lekker. Maar ik bedoel wat je 's morgens krijgt. Volgens mij krijgt u genoeg, als ik zo bekijk. Er is één iemand in de zaal. Hij is vlak bij me en die is helemaal gek. Van frikandel en dat ben jij. Dames en heren, ho, 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 ho. Niet te veel applaus. Niet te veel applaus voor iemand die eigenlijk niet normaal is, eigenlijk. Bedankt. Nou, ik zeg het je eerlijk. Jij houdt van frikandellen. Ja. Iedereen houdt wel van een frikandelletje. Maar jij eet elke dag minimaal tussen de 8 en 10 frikandellen. Ja. Ja. Sterker nog, dames en heren thuis, blijft u kijken. Hij eet het al als ontbijt. Hij begint 's morgens vroeg al met frikandellen. Ja. Klopt. Dat klopt. Wij hebben stiekem bij jou in de keuken een heel klein cameraatje ingebouwd. Want het zou best kunnen dat jij nu hier zou zeggen van nou nee, dat klopt niet. 'S morgens om 7 uur. Als jij zo je bed uitkomt, je doet de haartjes in de gel, tandjes gepoetst. Hij gaat naar beneden toe, kleedt zich aan en kijk maar eventjes op het scherm wat er dan gebeurt. Dit is zijn keuken. Het geheime kamer. Kijk eens. Daar gaat dat dingetje open. Hij kijkt nog of het vet goed is van gisteravond. Graait in het doosje. 1, 2, 3, 4, 5 frikandellen. Een tevreden gezicht zo van kijk eens. Ja, ze zitten erin. Dat ben jij. We hebben jou gefilmd. Vretend aan frikandellen. Ja. Kom eens met me mee, want we hebben iets voor je. Kom eens met me mee.
Omdat je zo gek van frikandellen bent, mm-hmm. en dat ook best wel in de prijzen gaat zitten, want ja. ze zijn niet echt goedkoop, krijg je van ons dozen vol met frikandellen. Dozen vol. We hebben daar een Friese kist, een Friese kast, een mooi ding. En die zit helemaal vol met frikandellen voor jou. Hoe vind je hem? Blij? Goed. Hij is blij. Kom maar jongens. Kom maar met de kist. Wat leuk. Dankjewel, Nico. Zet hem maar neer, Nico. Dankjewel. Kom maar bij. Moet je kijken. Kijk wat we hier hebben voor je. Ja? Ja. Een topmerk, hè? Ja. Moet je kijken, we hebben nog een verrassing voor je. Kijk eens wie we hier hebben. Hallo! Dit is Dennis, de frikandellengek. Oh, wat leuk. Wat leuk om horen. En nou ja, wat... Hallo, Cora. Hey, moet je luisteren. Kom even een beetje deze kant op. Moet je luisteren. Wij hebben iets leuks voor jou bedacht. Je krijgt van ons allemaal frikandellen. Maar, Cora, hij moet er wel wat voor doen, hè? Ja, vind ik wel. Ja. Vind je niet? Zomaar weggeven doen wij niet. Nee, niks gaat de zon op. Hij moet er wel wat van doen. Daarom. Snap je? Heb je al een enig idee wat je eventueel zou moeten doen? Je staat zo met je handen in je zakken. Nee, zo, ik zou met je handen bij je frikandel zo. Ik zou het niet weten. Maar hij moet er wat voor doen. Ja, vind ik wel. We hebben een spel bedacht voor jou. Dat is niet zomaar wat. Dat is het Oud-Hollands frikandel in stop met saus op hap spel. Oh. We hebben het zelf bedacht. Dat komt goed, hè? Daar heb ik me juist op gekleed ook. Ja, jij hebt je er ook op gekleed. Jongens, laat ze maar komen. Kom maar binnen, kijk eens. Allemaal? Ja. Is dat niet enig? Ja, wat verveeld. Nee. Het zijn er inderdaad heel veel. Maar jij bent een geoefend man, dus oefening baat kunst. Het is een beetje gebaseerd op het Oud-Hollands koekhappen, wat je vroeger op verjaardag deed. Heb je dat vroeger ook gedaan? Nee. Nee, dat zal niet. Voor jouw tijd. Nou, dat was met een blinddoek. En de blinddoek werd je wat rondgedraaid, dat je een beetje niet meer wist waar het was. Ja, dan hadden ze ook stukjes koek. En voor elk frikandelletje wat je in je mond, waar je een hapje van afneemt, krijg je een doos van 20 stuks. Wat lekker. Nou, hou jij ontzettend van knoflooksaus. Ja. We hebben hier 1,5 liter knoflooksaus. Kijk eens. En je houdt ook van tomatensaus, hè? Ja. Of wil je ze blanco eten? Wat dacht je? Maakt mij niet vis, uit. Dat maakt jou niet uit. Zullen we dan een paar eventjes even indopen? Dat we even het effectje krijgt van... hè? Kan dat, Cora? Ja, hè? Ja, kijk uit voor je goede goed. Kijk uit voor je goede goed. Ja, ik kijk voor mijn goede goed uit. Eventjes zo. Even een tipje zo dat je... Ja. Zo. Als je er 4 op hebt dat je denkt van ik lust nou wel wat anders misschien? Dat we dan een beetje met een beetje rood eraan. Ach, gat. Zo, en dan wisselen we een beetje af. Ah. 2 van die en dan 1 van die. En dan hup. En zo. Goed. Dan gaan we even kijken hoe ver je komt. Wil je het verder afmaken eventjes? Nou, ja. Jawel. Jawel, hè? Pas op, hoor. Voorzichtig, ja. Ja, alsjeblieft. Nou, gelukkig. Kijk hoe dat staat, hoe je dat doet, hè? Ja. Want wij gaan je dan wel blinddoeken, dus dat hoort bij het spel. Wij doen je een blinddoek om. Ik draai je in de ronde en dan leiden we je langs de frikandellen. En elke hap zijn er 20. Dus als je het lukt, dan kun je de eerste 3 jaar kun je eens morgens eten. Moet ik verder gaan, hoor? Nou, wacht Homer. Even. Ja, Homer even, ja. Vind je niet? Jawel. Dag het zo. Hoe voel je je? Ben je hongerig? Nee, wat had ik heb net op. Wat had je vanochtend gegeten? Frikandellen. Frikandellen, ja. Ik was er al bang voor. Oké, we gaan je blinddoeken. Ach jongens, wat heb je toch een ongekende mensen. Jos, breng jij altijd dit dan zo? Zo. Ja, zo. Zie je wat of niet? Hoeveel vingers steek ik op? Weet ik niet. Wat denk je? 2. 2, juist goed. Dan werkt hij. 2. Oké, we moeten een beetje sturen. En dan gaat de tijd
Jos maar even na de tijd dan nu. Is er nog wat te zeggen? Ja, nou, ik had graag nog even voorgedaan. Het moet namelijk, hij ziet het zelf niet meer. Maar dus een beetje, een beetje pikant. Ik bedoel, het pikante saus. Dus het lijkt me wel leuk dat hij een beetje op een pikante wijze dit tot zich brengt. Ik ben niet goed in uitleggen. Nee, dat heb ik in de gaten, zeg. Het zweet breekt me uit. Maar dat kan de koos zijn. Op een pikante manier. Nou, het wordt vanzelf pikant, denk ik wel, hè? Ik denk het wel, maar in ieder geval goed je best doen. Goed je best. Ja, precies. Oké, je hebt net 2 gezegd, dit waren de 4, dus het gaat goed. Dat je niet met je linkervoet even in die emmer gaat staan. Een beetje aan de kant. We zullen je een beetje leiden, dames en heren. Moedigt u maar een beetje aan, want... Nee, doe maar. Dus, dan gaat het. Oké, begin maar, jongens. Ja, maar. Kom maar. Nu. Ja. Ja, kom. Oh. Ja. Ja. Ja, dat is goed. Ja, dat is goed. Nummer 2. Is nummer 3. Ja, is goed. Is nummer 4. Gaat goed. Hij gaat prima. Hij gaat lekker. Hij gaat links. Ja. Even een time-out, time-out, time-out. Even opeten. Okay, even op time-out. Even doorslikken, ja. Serieus, ja. Gaat goed. Het gaat. Je bent lekker bezig. Ja, gaat goed. Ja. Oké, okay, daar gaat hij. Het zit er goed in. Ja, ja, okay. Ja. Ongekeerd. Het gaat heel goed. Het gaat lekker. Nog 1 keer gaan we. Nog 1 keer. Nog 1 keer. Ja, heb je hem? Akkoord, verder. En verder. Ja, daar gaat hij. Oké, doe maar. Oké, ga door. Ja, bijna. Hij zit erin. Hij zit erin. Hij zit erin. Ja, hij gaat goed. Hij gaat goed. Hij gaat goed. Ja? Het gaat goed. Dit is hem, hè? Je bent klaar? Ja, het zou wel. Nee, Hannie. Nee. Nee, kijk, zo werkt dat niet. Ik bedoel, nog heel even door. Hij moet ook niet misselijk worden. Anders worden wij het. Hoe voel je je? Er kunnen er nog 5. Ik voel het. Jawel. Ja, ik vind het. Dus... Ja? Toch wel 5 nog? Ah, dan heb je nog. Ja? Ja. Kom maar. Snel, een kleine hapjes dan. Ja, ga door. Oké, ga door. Je bent echt fan van uw eigen materiaal, nou, ook, hè? Dat is echt funny. Dat kan je niet anders zeggen. Zo. Even, nee. We gaan even tellen, hè? We gaan even tellen. Je bent in de studio in Aalsmeer. Hallo. Ja. Voordat je denkt dat hallo, je bij Aadje Patatje zit. 15 stuks. 15 stuks gegeten, wordt hier gezegd. Door het meest onbetrouwbare figuur die rondlopen, wordt die 15 opgehouden. Dus dat is... jury? Jij zit in de jury. Dat betekent 15 stuks. En dan moet ik even naar... hoeveel dozen krijgt hij dan? Een doos per worst. Per worst, dus dat... nou, zeg jij maar. Ik ben heel slecht in rekenen. Ja, het was allemaal 15 maal 10 keer 20, 200, iets van 250, 300 frikandellen. Ja. 300 frikandellen! Ja. Ontzettend bedankt. Maar, je bent er nog niet. Ze heeft nog iets. Heel goed gedaan, Dennis. Zeg. Ik zelf ben helaas nooit in de gelegenheid geweest om koek te happen op partijtjes, want ja, ik werd eigenlijk nooit uitgenodigd. Je hebt een heel groot feestje in dit geval. Ik wilde nog iets bovenop doen. Meneer de Man heeft dit sowieso al vanmiddag allemaal voor je staan rollen. En hij heeft ook nog gezegd, Cora, als je er toch bent, zeg dan dat die meneer sowieso eens eventjes moet komen kijken bij ons in de keukens in Maastricht. Ben je er was geweest? In de fabrieken van waar we ze frikandellen maken. Dat is inderdaad heel interessant. Ja, bij ons. En dan moet je maar eens eventjes komen kijken. Nou, ik zeg erbij, het is wel op eigen risico. Je bent gewaarschuwd. Hoezo? Nou, ik zelf ben, het is bijna 9 jaar geleden, een keer bij een open dag geweest. En ja, ik ben er nog steeds. Het is zo grandioos, dus wat dat betreft. Dat bedoelt u. Oh, gelukkig. Geweldig. En je hebt nog wat, hè, voor dan heb ik nog wat. En je hebt nog wat. Een beetje bij te komen van die dag, want ja, je doet zoveel indrukken op. Heeft meneer de Man ook nog voor je besproken? Een nacht in een hotel in Valkenswaard. Dat is Thermatel, dus dan kan je helemaal laten verzorgen. Dat is hartstikke leuk. En dan krijg je natuurlijk weer honger na zo'n dag, dus dan weer even lekker een dinertje bij het Thermatel in Valkenswaard. Fantastisch, dankjewel. Hartstikke bedankt. Natuurlijk. En jij dan? Bedankt. Oké, dankjewel, Cora. En dankjewel, Dennis. Hartstikke goed. Prima gedaan. Zo.
zo. Die Dennis, hè, wat een vreedzak. Met zijn frikandellen. Geef mij maar een lekker broodje met hagelslag. We zijn deze week met onze wenstent naar de Crea Doe in Utrecht geweest. Dat is een hele grote beurs voor creativiteit en doe-het-zelvers. En daar kwam een heel schattig meisje mijn tent binnen wandelen. Eentje die precies wist wat ze wilde. Wat een lief poppetje. Maar voor het zover was, heb ik eerst nog even op de beurs rondgekeken. En wie komt voor handwerken? Ik ga voor de cursus hoofdpijn op woensdagochtend. Ja, nee, die heb je ook hier hoor. Kent u ook die cursus creatief met kurk? Kunt u daar wel eens naar? Ja, dan maken ze wat van kurk, hè. Zou dat nou zijn? Iets van verf, denk ik. Iets van verf? Verf, ja. Hobbyfun. Weet je het zeker? Ja, verf. Het is niet zo druk, hè, gelukkig. Dit is een workshop? Ja. Oh ja. Dat is ook zand op de grond ligt. Het basismateriaal is hier pakpapier of is dit meer de decoratie? Ja, decoratie, pakpapier hebben we gebruikt. Leuk. En dat is dus allemaal van het rubber gemaakt. Hè? Het is hartstikke stevig. Ja, natuurlijk. En hier ja, want als rubber niet stevig is, heb je er zo een broertje bij, hè? Ja, ja, ja. Bent u van deze stand? Nee, ik heb het boekje uitgegeven, Paillette op piepschuim. Maar dan gaat u, ja, maar, hoe zegt u? Dan moet u niet om lachen. Paillette op piepschuim. Paillette op piepschuim. Ik geef cursussen in berenmaken en ontwerpen. Oh, maar ik sta creatief weekend. Ik denk dat u gaat vertellen wat je het weekend kan doen. Beren naaien. Beren naaien, oh. Nou ja. Dat is ook mannen zijn welkom. Ja, dat begrijp ik. Vind je dat niet een goed idee om dat een keer te doen? Nou, ik heb het zo druk dat ik nou een weekend ook nog helemaal een beer moet naaien. Dat vind ik wel heel veel werk hoor. Ja, ja. Ja, ik wil graag weten. Ik heb met name bij de vorige stand geweest. Die gaf me als weekendtip mee om een beer te naaien. Beer te naaien? Een beer te naaien. Maar ja. Lukt dat met zo'n apparaat? Perfect. Nou, wie heeft er een wens? Ja, dat u wat groter was. Dat u wat groter was? Zo klein ben je toch niet? He? Nou, ik zal u even één keer groter maken. Kom op, gek, kom op! Ah! Applaus, wens is in vervulling, klaar! Nou, vertel op, wat heb jij voor wens? Ik zou graag eens een keer met de camera willen. Mij willen filmen met de camera? Ja. Alex, pak maar over. Mag ik dan? Dan mag je nu mee filmen. Te gek! Ja, dat mag je doen. Is mijn Else wens, is een keertje de camera vasthouden. Neem Alex dan maar eens even in beeld. Dit is Alex. Dit is de cameraman. Ja. Oh ja. Als ik deze eruit haal, dan gaat hij uit. Oh ja. Denk zo. Sylvana, vertel het eens. Wat wil jij? De Barbie Museum. De Barbie Museum? Ja. Wat is dat dan precies? Wat is nou een Barbie Museum dan? Nee, ik weet het niet zo goed. Dat weet je zelf ook niet zo goed. En daarna wil je natuurlijk daarheen. Ja. Barbie is toch die pop? Heb je Barbies thuis? Ja. En wil je daar naartoe? Ja. Met mij? Nee. Zonder mij? Ja. Dat is raar. Meen je het echt? Mag ik niet mee dan? Ofwel, mag ik wel mee? Mag je zelf weten. Mag het zelf weten, wat fijn. Ik mag het zelf weten. Nou, ik doe het alleen als je me een hele dikke geeft. Anders doe ik het niet. Dus. Ik wacht het even af. Als je een hele dikke kus geeft, dan gaan we naar de Barbie Museum. Is dat een hele dikke? Een dikke is nog maar twee armpjes. Kom op. Nog. Nee, nee. Oh. Dat is een dikke. Een Barbie Museum. Oké. Okay. Hier moet het museum ergens zijn. Wie heeft je haar zo mooi gedaan? De kapper zeker. De kapper? Zo, kan mama dat niet zo mooi? Nee. Nee, dat moet een speciale kap. Anders vechten. Ik doe hier vechten niet. Tuurlijk, want je moet er mooi uitzien. Want anders dan klopt dat niet in een Barbie museum. Kijk hier wat hier staat. 35 jaar Barbie. Dat is dus een Barbie. Net als die van jou. Kijk maar, alleen even kleiner zie je.
Maar dit is ook een kindje zeker, of niet? Ja. Ja. Zullen we naar binnen gaan? Ja. Dat was toch jouw wens, hè? Ja. Oké, gaan we nu naar binnen. Nou, hier moet het zijn. Hier zijn we in het Barbie Museum. Weet je hoeveel hier er staan? Weet je hoeveel? Al bijna 400. Dat vind je wel een aantal. Zo, mag ik even optillen? Voorzichtig. Nee. Hoeft het niet, maar dan kun je het beter zien, toch? Even kijken. Deze vind ik wel mooi. Die, hè? Allemaal bloemetjes. Maar gaat het jou nou meer om de Barbie of gaat het nou meer om de mooie kleren die ze aan hebben? Barbie? Oh, leuk, hè? Allemaal zeker leuk. Dan heb je al je hele leven dat je gek bent van Barbies. Ja. En had mama dat ook? Weet ik niet. Nee. Nooit over gehad, ik bedoel, over dat probleem. Gaat wel. Gaat wel. Nee. Hallo. Wil je mij een kusje geven? Nou, zie je wel. Dat vindt ze leuk. Leuk, lieverd? Ja. Zou je hier wel willen blijven slapen, bij wijze van spreken, of niet? Ja, ja. Bijna al. Bijna al, ja. Zou je zelf een Barbie willen zijn? Ja. Vind je dat de allermooiste jurk, die? Ja. Dat met dat zwarte, met dat rood en met dat goud zo. En dan zo je haar helemaal zo mooi in de achteren toe. Dat wil je graag? Zal ik voor zorgen dat je zo'n jurkje aankrijgt? Ja. Dat is leuk. En je hebt al blond haar, dus je bent al een beetje een Barbie. Nee. Goed? Vind je dat mooi? Moet ik het even meenemen voor het patroontje, denk ik. Goed? Ja. Even kijken hoe het allemaal in elkaar zit. Deze heb je uitgekozen? Ja. Dat vind je de mooiste jurk? Ja. Zeker weten? Ja, dan zit ze naast mij. Nou zit ze in één keer in de televisiestudio naast me, hè, Sylvana? Ja. Ja. Nou was de bedoeling om van jou een Barbie-pop te maken, hè? Ja. Ja. Misschien zitten er nog mensen die nog niet weten hoe oud ze is. Maar ze is 4,5. En als ze straks verkleed is, dan lijkt het net een praatpop. Echt waar. Hè? Ben je al een beetje zenuwachtig dat je denkt van, nou wat gaat er nou toch allemaal gebeuren met me? Zo'n beetje, of niet? Ja. Ja, dat begrijp ik wel. Als je nou die kant op gaat daar, dan gaan we straks naar je kijken hoe jij eruit ziet als Barbie. Goed? Ja. Hoe vind je het plan? Goed. Fijn plan. Oké, goed zo. Loop maar mee. Lieverd, zien we elkaar straks, hè? Doeg. Ja. Dat wordt in ieder geval een praatpop, maar de rest blijft dus een verrassing. En ze gaat lekker mee. Dat komt helemaal goed. Stel je voor, je bent gezellig met je partner op vakantie. De zon schijnt de hele godganse dag. Je zit op alle terrasjes die er in het dorpje te vinden zijn. Je ligt lekker in de zon te bakken. Je neemt af en toe een duik in de frisse zee. Leuk met z'n tweeën op vakantie. Alleen je partner is de hele vakantie nergens te bekennen. Die moet zo nodig elke minuut van de vakantie in platenzaken staan te snuffelen. Of hij misschien ergens een uniek singeltje van zijn favoriete zangeres kan vinden. Ja, dames en heren, ik heb het over Toon van Doren. Ik weet niet waar je bent, Toon, maar wil je even naar beneden komen? Ja. Hallo, ga zitten. Kom iets dichterbij, Toon. Klopt het, heb ik je goed gekenschetst? Want dit zijn de berichten van je vriend. Dat klopt. Je zegt van, ik ben eigenlijk alleen op vakantie. Je bent constant maar bezig met één zangeres die je hele leven een beetje beïnvloedt, begrijp ik. Bijna wel, ja. Ja. Over welke zangeres hebben we het? Donna Summer. Donna Summer. De zangeres die heel veel platen heeft gemaakt. Maar wat vind je nou zo bijzonder aan haar? Vertel me nou eens. Wat heb je allemaal van haar? Wat heb je nog niet? Haarzelf.
Denk je dat dat een mogelijkheid is? Nee. Nee. Heb je grammofoonplaten, cd's, je weet alles van haar, je weet waar ze woont, waar ze geboren is, hoe oud ze is, wanneer welke plaats uitgekomen, welke producer, kortom dat soort dingen? Ja. Potverdorie. Weet je dan bijvoorbeeld wanneer ze de allereerste keer voor televisie kwam in Nederland? Ja, 74. Ja. Welk programma was dat? Chef Noekel. Disco Hoek. Ja. Kun je nog herinneren welke groep daar ook in zat? Nee. Ik wel. Dat was de groep Lucifer, ja precies. Dat was ons, ja? Ja, 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 ja. Dat was bij Good Old Dolph Brouwers. Ik hoop dat hij kijkt. Machtige kerel. Want ik heb een verrassingje voor je. We hebben een klein stukje, een paar regels, op een bandje staan dat jij niet hebt. Dat kan je niet hebben, want dat hebben we toen opgenomen. En eigenlijk wil ik dat kleine stukje, omdat je zo'n groot fan bent, aan je overhandigen. Maar luister eerst eventjes of je het herkent. I remember standing there so petrified, my hand frozen to the bone. Ken je het? Ja. Van welk liedje is het? The Hostage. The Hostage, ja. En dat bandje, dat krijg je van ons. Dat is een heel uniek bandje. Weet je waarom het uniek is? Het is namelijk live gezongen. Speciaal voor jou is ze hier, live aanwezig, Donna Summer! Ja! Ga je zitten. Melody of love,
Samar. Dankjewel. Ja. Dana Samar. Dat was Dana Samar, speciaal voor Toon van Doorn. Een prachtig liedje. Melody of Love is van een verzamelalbum. Die heet Endless Summer. Geweldig gedaan. Een blinde vrouw schreef ons dat ze zo graag zelf eens wilde autorijden. Zelf achter het stuur. Kan dat? Kan een blinde vrouw zomaar met een auto het snelverkeer in? Is er een verzekeringsmaatschappij die dat wil verzekeren? In de echte Surprise Show kan bijna alles. We gaan er in het tweede gedeelte van deze show naar kijken. Maar eerst gaan we samen naar de reclame en daarna vlug weer terug. Ontdek de frisheid van nieuwe Lenoir Tropisch Fris. Het geeft je de frisheid van een tropische waterval. Lenoir Tropisch Fris. Ruik het op het navelpak in de winkel. Ik neem straks een kleinigheidje voor jullie mee. Wat willen jullie graag hebben? Iets spannends en iets om mee te spelen. En chocolade! Maar dat zijn drie wensen tegelijk. Dat is onmogelijk. Dat is toch onmogelijk? Maar dat is wel mogelijk met Kindersurprise. Kindersurprise is iedere keer weer spannend. Het is speelgoed en de goede chocolade van kinderen. Alles in één. Wat een goed idee. Kindersurprise! Je bent de beste mama van de wereld. Kindersurprise. Vervul drie wensen in één keer. De rollen zijn omgedraaid. Ik werk en hij ligt in de goot. De negatieve kracht van de diamant wordt groter en groter. Dat er dagelijks ruzie is, is al heel normaal. Ik had toch gezegd dat je die mensen met rust moet laten? Ik had geen keus. Nou, er is maar één blauwe duivel. En zij is onsterfelijk. Dat is het grote verschil met ons. En onze ledematen. 20 is veel te jong voor mij. Ah, je valt dus op oud. En geef toe, tussen Boris en jou zit ook niet allemaal roze geur en maneschijn. Een serie die van het scherm fonkelt. Diamant. Morgenavond om 9:30 bij RTL 4. Nieuw Muscle. Om u te bewijzen hoe krachtig nieuwe geconcentreerde Muscle overreiniger is, lieten we deze krachtpatser de smerigste oven van Nederland schoonmaken. En u ziet, in één keer schoon. Maar ook de hardnekkigste vuil- en vetvlekken in de keuken zijn voor Muscle keukenreiniger geen enkel probleem. Muscle, supersterk in het zware schoonmaakwerk. Afneembaar waterreservoir. Wat een slim idee van Rowenta. Roestvrijstalen zool met luchtkussentjes. Dat strijkt snel en zo gemakkelijk. Rowenta. Kwaliteit die staat. De postcode loterij helpt. Goedenavond. Morgen begint André van Duin met zijn nieuwe televisieprogramma. En bij ons in Showtime vertelt hij daar straks alles over. Talkshow is altijd zo'n zwaar woord, want dan krijg je meteen de hele pers op je nek. Maar talkshow, maar het is meer een vrolijk praatprogramma waarin je allerlei mensen ontvangt die gekke uitvindingen of gekke dingen, een kunstje of iets raars te vertellen hebben. André van Duin, straks hoort u hem nog meer. De populairste komiek van Nederland in Showtime. Om 10:00, tot straks. Waar haalt hij het vandaan? Kies nu voor Rowenta en strijk 20 gulden korting op. Goedemiddag, het energiebedrijf. Ah. U had om advies gevraagd. Ja, inderdaad. Ja. Mooie tochtstrippen, mevrouw. Ja, dat heeft mijn ex-man gedaan, nog net voordat hij... Zal ik even de jas aannemen? Nou, nee, dank u wel. Ach. Dubbelglas. Ja, wij hebben zelfs de spouwmuren geïsoleerd. Nee. Ja? Een hoogrendementsketel. Mooi.
Heel mooi. Vloerisolatie? Ja, ik ben helemaal geïsoleerd. Zelfs mijn dak. Wilt u dat nou niet even zien? Nee hoor, ik kan u eigenlijk alleen maar een klein adviesje geven. En dat is? Trek eens wat warmers aan. Goedemiddag. Waar halen ze het vandaan? Aan de ene kant voel ik wel wat voor 1000 gulden gratis accessoires. Maar aan de andere kant ook voor nu halen en oktober 95 pas betalen. Tja, de 106 accent heeft deze maand wel heel veel leuke kanten. Oh, oh, het was met het feestje wel. Ik heb geen stem meer over. Zonder Fix Blue was ik al lang aan nieuwe stembanden toe. Dat is sterk. La, la, la. Oh-oh, ik weet van niks. Fix Blue, extra sterk. Extra fris. Hallo, dag en welkom terug bij het tweede deel van deze Surprise Show. Voor de mensen die nu net inschakelen, zeg ik nog even dat we in dit gedeelte onder andere gaan kijken naar Ria van de Put uit Mierlo, die we de mooiste dag van haar leven bezorgde. Dames en heren, Ria is visueel gehandicapt en ziet nog maar 2% van wat wij zien. Kunnen we misschien even de camera zo draaien, zodat we een beetje een idee krijgen wat het is om 2% te zien? Het moet nog minder zijn, hè, jongens. Zoiets is het, ja. Moet je je dat voorstellen? Dit is dus 2%. Kijkt u even mee. We lopen op dit moment in het plaatsje Mierlo, dat is in Brabant. En sorry. Oh, neem me niet kwalijk. Goedemorgen. Bent u de eigenaar van deze zaak? Jazeker. U kunt de schadeformulieren invullen bij RTL. Oh ja? Via Luxemburg, ja. fijn. En die mevrouw waar we naartoe gaan, die heet Ria. En nou, dat schijnt een hele leuke vrouw te zijn. Dat hoop ik dan ook maar weer. En we gaan hele leuke dingen mee beleven. Wat grappig is, van haar meisjesnaam heet ze Van Mierlo. En dan woon je in Mierlo, dus dat op zich is al een surprise. Is dit de Margrietstraat hier? Ik ben niet bekend. U bent niet bekend? Nee, ik weer wel. Hallo. Maar dat heb je niks aan natuurlijk. Wat moet je weten? De Margrietstraat? Ja, dat is hier. Dat zie je wel. Dat is hier. Dat is hier, nou, Margrietstraat. Onthoud dat nou voor de volgende keer. Hallo. Ik ben er gewoon achterna gegaan. Ik wou wel eens zien leven blijven. Bent u wel de fiets achteraan gegaan? Nee, een stukje van de maand. Nee, hè? Ja, ja. Nou, valt het tegen of niet? Waarom? Ja? Ja. Nee, gewoon hetzelfde. Hetzelfde. Ja, hetzelfde gezien. Daar sta ik er zeker ook nog op. Dan op een kassel. Oeh. Geeft er niks. Dat is de Margrietstraat. De Margrietstraat, oké. Okay. Nummer 26 moet ik zijn. En dan moet het toch hier zijn. Oh ja. 26. Goeiedag. Als het goed is, zou u Ria moeten zijn. Ja, dat ben ik. Klopt. Klopt. En dan zou u moeten raden wie ik ben. Ja, dat kennen ze ook wel. Nou, wie ben ik dan? Ja, juist, man. Echt waar? U hoort het meteen? Ik hoor het meteen, ja. Want u ziet het niet zo goed, geloof ik. Ik zie het niet goed. Nee. Maar u hoort het aan mijn stem meteen? Dat vind ik wel hartstikke leuk. Hallo. Kom jullie binnen? Nou, graag. We mogen meteen binnen toe. Goedemorgen. Hallo, van Putten. Hallo, Henny. Mijn vriendin. Irma. Dat is Irma. Hoi, Irma. Hoi, hallo. Hey, ik kom voor jou. Voor mij? Ja. Absoluut helemaal. En alleen voor jou. Waarvoor dan? Nou, dat zal ik je iets vertellen. Wat ik begrepen heb, is dat je, zeg maar gerust, heel slecht ziet. Visueel gehandicapt, ja, noemen ze dat. Hoeveel zicht heb je? Wat zie je nou wel en wat zie je niet? 2% zie ik. 2%? Ja. Dat is niet veel. Dat is niet veel, nee. Dat is een beetje de kijkdichtheid van Ischa Meijer, geloof ik. Dat is niet zoveel. Ja, heb je nou een idee hoe ik eruit zie? Geen idee. Nee. Maar wil je mijn gezicht voelen of zeg je van, nou dat hoeft niet, zo intiem. Je man zit ernaast, ik heb
Geen bijbedoelingen? Oh, nee, maar dat geef ik ook helemaal niet. Nee, maar als we nou de hele dag met elkaar op doen, dan moet je toch een beetje weten hoe en wat. Wil je het proberen? Ja, in ieder geval de oren. Ja, is dat toch wel groot, of niet? Groot, ja, dat is behoorlijk. Even die dikke lellen heb ik ook, hè? Ja, want die heb ik ook. Ja. En wat met de oren weet je genoeg? Ik geen snor. En die neus dan? Oh ja, ook groot. Ook groot. Grote oren, grote oren. En heb je enig idee wie mij nou geschreven heeft, of niet? Ik denk Irma. Ja, precies. Die zit hier naast me. Die zit er ook met de smoes, want die weet er natuurlijk van. Irma heeft geschreven. En wat schrijft ze nou? Ze schrijft een hartstikke leuke, ja, ook een lieve brief over je. Dat je een spontane vrouw bent. En dat je ja, ondanks zeg maar, die handicap die je hebt, dat je zo weinig ziet. Dat je er alles van maakt om het maar aangenaam te doen. Je bent ook getrouwd en jullie hebben het heel leuk samen. Ja. Maar er is één maar aan. Het is dat autorijden. Oh god, ja. En wat is er nou met het autorijden, zult u thuis zeggen? Nou, dat kan je natuurlijk niet, maar je bent ook heel erg schrikkerig. Ja, klopt. Maar zij schrijft me dat je het best wel zou willen proberen. Maar ja, dat kan eigenlijk normaal gesproken niet. Dat kan ook niet, nee. Nee. En je man is chauffeur? Ja, vrachtwagenchauffeur. En als je nou met je man meegaat, die heeft toch de nodige ervaring? Oh nee, voor 1000 gulden. Nee. Nee. Maar rijdt hij zo beroerd of heeft het met jou te maken? Ook. Ja. Nou, ik denk dat die wens in vervulling gaat vandaag. Oh, ja. Alleen, we gaan het even step by step doen, stap voor stap, want we hebben hier heel vlakbij geregeld totale botsautokraam. We gaan eerst eventjes in de botsautootjes, want dan weet je een beetje hoe dat is en hoe dat voelt. Ik ben er trots op, dat meen ik echt, dat ik mag gaan proberen voor jouw wonderlijke dag te bedenken en te maken. Dus autorijden als je eigenlijk, nou, zeg maar, nagenoeg niet ziet. Ja, ik vind het zelf ook heel spannend, hoor. Ja, dat, ik denk ook alle tegenliggers en zo ook wel. En alle mensen op de weg uiteindelijk. Maar we moeten het gewoon gaan proberen. Stuur maar gewoon een ambulance achteraan. Ja. Als je maar niet te hard gaat. Gaat iemand? Nee, de cameraman die houdt ons wel in de gaten, maar ik ga beeld. Of even proberen. Ja, anders dan vrees ik voor zijn licht. Nee, dit was toch wel een grote wens van je? Want ja, bedoel, dit zijn de botsauto's, hier kan er niet van gebeuren. Nee, hoor. Uiteindelijk gaan we op de snelweg. Hè? Nee, dat meen je niet. Ja, tuurlijk. Ja, niet met een botsauto. Nee, dat begrijp ik. De botsauto. Uiteindelijk moeten we toch jou het gevoel geven dat je dus echt rijdt. Dus. Ja, ja. En het is ook wel een beetje surprise voor mij natuurlijk. Want ik zit ernaast. Ja, net. Dat hebben we beloofd. Weet je wat ik anders doe? Ik geef alvast een beetje gas. En dan... En jij stuurt. Dan heb ik nog iets zelf te vertellen. Ja. Vind ik wel een lekker idee. Ja, dat is wel slim. Ja, dat haal je wel. Oh! Oh. Geeft niks. Maakt niet uit. Even wennen nog. Oh, oh, oh. Andersom. En dan zit je rechtdoor. Ja. Dat kan je hem doen. Oh, oh, oh. Ja, dat gaat goed. Alles goed. Oh, oh. Het gaat heel goed, heel goed. Stop een beetje. Nou. Agenda Boer, altijd dank zover. U blijft vandaag bij ons. Ik blijf vandaag bij u. Oh ja, dan ook goed. Wat we nu gaan doen, we rijden nu naar een simulator. Wat is dat dan? Dat is een apparaat, wat een soort nabootser
van wat een auto doet en kan. Ja. En dan gaan we je daarin lesgeven. En uiteindelijk, de laatste stap is dan om ook echt in een auto te rijden op de weg. Maar dat is niet zomaar iets, dat is een heel speciaal iets. Ik heb er vertrouwen in. In principe is dit het gevoel wat de auto geeft, ook als je over dingetjes heen rijdt. Ja, daar moet je omheen, hè? Probeer er omheen te gaan. Ja, dat gaat nou! Ja, joh, goed! Goed. Heel goed. Nou. Hier de bocht. Links. Ja. Godverdikke jarige goed. Niet in de gaten! Ja, iets in het gras te geven. Ja, dan ben ik het spoken. Nee, want die komt hier aan. En de bocht. En draai. Gaat het nou? Heel goed. Kunnen we ergens parkeren? Hier voorbij. En dan? Rechtsaf. Ja. Ach, kleine geitje. Ja. Nog even, je zit op Zandvoort. Ja. Ga hier eens rechtsaf. Kijk hoe dat gaat. Ja. Nee. Een doorfrontwoningje, nee niet. Ja, er komt een gele autobaan. Zie je dat gele autobaan? Jezus. Nou. Het gaat heel goed. Dit is dus de echte auto, de echte auto, hè? Ja. Ik bedoel, we hebben natuurlijk leuk. Botsauto's, prima, hartelijk dank. We hebben natuurlijk de simulator gehad, maar dit is dus een echte auto waar je in gaat rijden. Nog steeds je wens, hè? Ja, nog steeds. Ja. Nee, voor alle duidelijkheid. Hè, dat we wel zeker weten dat we het goed doen met je. Ik zal je een beetje begeleiden, de stoel. En dan krijg je eigenlijk weer hetzelfde gedoe, het ronde ding, het stuur. En dan heb je nog een extra pedaal erbij en dat is de koppeling. Maar dat zal Ben wel uitleggen. Ik doe rustig aan beginnen. Goed? Oké. Okay. Ja. Okay. Akkoord. Ik ga naar de toren. Ja. Goed? Ja. Ga je succes hebben. Ja, bedankt. Naar de toren. Moet je voorstellen thuis dat je bijna niets ziet. Je ziet alleen groen en een beetje donker en ga je rijden. Dat wordt echt bijzonder. Ik zou zeggen, start de motor en Ria en ook Ben. Succes. Ja, dankjewel. Dat gaat. Kijk eens. Dat is dan niet fantastisch, jongen. Kijk eens. Nu rijd je al, hè? Dat is dan niet normaal. Dat wordt goed, hè? Hup. Hier ben ik weer. Nou. Echt mooi. Ik vind het echt fantastisch, hoor. Echt? Ja, echt, ja. Ik zeg net, het is voor ons de normaalste zaak van de wereld. Autorijden, mensen naar hun werk, je stapt in, je denkt niet eens bij na. En in één keer realiseer je dan dat je, als je dan, zoals jij dan, bijna blind bent, dat je dan zo in die auto durft te stappen. Ik vind het echt... Ja, maar het heeft wel een beetje overwinning gekost, hoor. Het heeft je overwinning gekost. Ja, je hebt het gedaan. Ik heb het gedaan. Absoluut gedaan. Ik vind het leuk.
vind ik erg leuk. Ja. Je mag best heel trots zijn op jezelf. Meen ik echt. Zal ik straks aan die agent vragen die ons al de hele dag dwars zit. Vragen of je naar huis mag rijden op de snelweg? Nee, dat kan toch niet? Jawel hoor, dat kan best. Wel in de surprise show. In de surprise show kun jij op de snelweg. In die show kan alles. Ik hè? Nee, dat gaat nooit. Ja, wel. Jij zit nu in je mans auto voor de eerste keer. Ja, je man zit ernaast. De briefschrijver Irma zit achterin. En ik ga even vragen of je permissie krijgt om zelf naar huis te rijden. Krijg ik permissie, agent? Permissie. Dankjewel. Dankjewel. Vond je het leuk? Ik vond het schitterend. Hey, doe heel voorzichtig, hè? Ja, okay. Ik vind het doodeng, maar riemen nou, leuk. Nou, start de motor. Klaar. Oké. Okay. Ja? Oké. Okay. Oké. Okay. Goed zo. Dag! Och, wat een stuur. En daar zitten Ria en Bas. Ontzettende leuke mensen. En wat een enthousiaste vrouw. Ik heb een brief van Bert Hellema uit Montfort gekregen. Een hele goede kennis van hem, Anneke Gerestein, heeft privé een rot tijd achter de rug. Ze is gescheiden en woont nu samen met haar twee dochters. Een tijdje terug heeft Anneke ook nog van haar artsen gehoord dat ze ernstig ziek is. Anneke heeft in haar leven maar één hele grote wens. Ze wil nog eenmaal haar naar Turkije geëmigreerde moeder terugzien. We zijn Anneke in Montfort gaan opzoeken om eens te zien of de echte surprise show haar troost kan brengen. Maar ik sprak eerst met haar moeder die net uit Turkije kwam. Kijk er maar mee. Dames en heren, we staan in het plaatsje Montfort. En die mevrouw die naast me staat, alhoewel u het niet zou denken, komt daar vandaan. Maar u ziet er totaal anders uit. Dit is toch geen Montfortse klederdracht die u heeft? Waarom niet? Nou, zo, u ziet er niet echt Montfort uit. Ja, maar meneer, ik ben al 15 jaar in Turkije. Ik weet niet anders. U weet niet anders? Ik weet niet anders. Maar hoe bent u nou in Turkije terechtgekomen? Nou, we zijn, mijn man en ik zijn hier in Holland getrouwd. Ja. We hadden één meisje. Dat hebben we 2 jaar bij me gehouden. Heb ik naar Turkije gestuurd bij mijn schoonouders. Die hebben het grootgebracht. Ja. Toen zijn we teruggegaan. Mijn man is hier invalide geworden. En toen hebben wij een verzoek ingediend of wij alsjeblieft voorgoed naar Holland konden gaan en naar Turkije konden gaan. Ja. Want we hadden een dochter daar zitten. Ja. En dat is toegestemd door de koningin, toen de tijd Juliana. En toen zijn we teruggegaan naar Turkije. Maar u mist Montfort niet? Als u zo kijkt en de molen en de straatjes? Dan zeker mist ik dat. Maar ja, ik heb uiteindelijk een man en die gaat voor uiteindelijk. Ja. Hoe lang bent u niet in Nederland geweest? 15 jaar. 15 jaar. En het is een speciale reden waarom u hier naartoe komt. Want u heeft hier een dochter. Die heeft het niet zo makkelijk op dit moment, want zij is gescheiden pas. Ja. Ja, en ze is ook nog heel erg ziek. En ze vertellen me niet wat. Nee. Ik kom daar niet achter. Nee. Waarom die scheiding? Ik heb Anneke geschreven. Anneke alleen liefhebben, daar kan je niet op scheiden. Je hebt 2 kinderen. Ja. Er moet een reden voor zijn. Nee, maar ik hield niet van hem. Maar dat is het. Absoluut, dat is niet. Dat is wat anders. Maar ze zeggen het niet. Als moeder voel je dat gewoon eigenlijk een beetje. Ja, en ik zou u wel vertellen, meneer. Die ziekte van Anneke, precies. Er is niet één van mijn familie schrijft wat Anneke markeert. Mm-hmm. Niet één die me dat schrijft. Nou, dan zit ik daar in Turkije. En dan beurt mijn man me op. Ja, meid, het zal zo vaart niet lopen. Ja. En wacht, schrijf nog eens een brief en kijk nog eens. Krijg geen post terug. Maar u bent eigenlijk ook Turkse geworden? Ja, ik ben Turks geworden. Ja. Maar daarom vergeet ik mijn kinderen in Holland niet. En ik vergeet Holland niet. Tuurlijk ik zie niet. Iedere dag Holland voor me. U kwam vanochtend binnen, want u bent vanochtend geland. Of het was vanmiddag pas. Weer, uit Turkije. En u kwam meteen op me af en u zei van, ik ben zo dankbaar en zo. U kent mij niet. Nee. U heeft wel van het programma gehoord, de Surprise Show. Gehoord. Ja. Gehoord. Want wat we nu gaan doen is, ik ga naar Anneke, naar uw dochter. Ja. Ik ga even met haar babbelen. Ja. En dan moet dat een grote hereniging worden. Heb ik nog lang wachten? Nou, zo kort mogelijk zullen we doen. Graag. Ja. Graag. Want u verlangt naar uw kind, hè? Ontzettend, ontzettend. Ja. Ik loop nog steeds in Montfort, alleen een paar straten verder. En we gaan naar nummer 44, want daar woont Anneke. De dochter waar
moeder net over sprak. Het gaat dus eigenlijk achterom, begrijp ik. Misschien dat ik nog een post mee kan nemen, nee. Even kijken. Dit moet nummer 44 zijn. Dag. Hallo. Hallo. Anneke ben jij? Ja. Klopt dat? Ja, klopt. Mag ik even verder komen? Jawel. Ja? Oké, kom maar binnen. Hoi, Henny. Anneke. En dat is? Ik ben Bert. Bert. Hoi. Hallo. Anneke, waar mag ik even naast je zitten? De bank lijkt me het handigst. Oh, dat mag. Ja? Ja. Ik heb een brief gekregen van de man die naast je zit. Ja. En dat is Bert. En jullie kennen elkaar via het voetballen, begrijp ik, hè? Ja, klopt. Dat klopt. Ja, om meteen met de deur in huis te vallen, je zit in een moeilijke periode op dat moment. Ja. Je hebt een scheiding achter de rug. Ja. En dat is niet zonder slag of stoot gegaan, hè? Nou, dat is best wel moeilijk, hè? Ja. Ja. Hey, wat ik begreep is dat je niet meer van hem hield en hij wilde ook niet langer doorgaan. Nee, klopt. Wat nou zo gek is eigenlijk, is dat als ik nou je familie een beetje zo uitpluis, ja, dan zit het op z'n zachtst gezegd wonderlijk in elkaar. En dan wil ik eigenlijk het hebben over je moeder. Ja. Hoe zit dat nou precies met je moeder? Mijn moeder die woont al 15 jaar in Turkije. Hallo, ja, dit is toch iemand die mij beziet. Oh. Hoi. Annemarie. Oh. 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 Nou, zullen we straks erbij vragen, maar dan? Het zijn mijn twee dochters. Ja, dat weet ik. Oh, het is verschrikkelijk, zeg. Hé, hey, meiden. Oh, verschrikkelijk, hallo. 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 Oh. Kom je niet dichterbij? Oh, jawel, oh, jawel hoor. Ja. Oh, ik schrok echt. Yes, ik merk het. Hoi. Hallo. 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 Jij bent? Annemarie. Ik ben Suzanne Geerstein. Oké. Okay. Want jullie wisten het ook niet dat ik kwam. Nee, ik had het pas geleden nog over. Want met mijn vriend samen, dat het surprise-show weer begon. En dat ik het wel leuk vond om een keer een brief te sturen. Maar ja, ik ben nou met een huis bezig. Ja, komt er niet zoveel van. Nee. Ik zag van wie wilde jij dan een brief sturen? Van mijn moeder. Ja. Waarvoor, wat had je dan als surprise bedacht? Nou, mijn oma in Turkije woont. Ja. En sinds mijn vierde is ze weggegaan. En ik kan haar nu, ja, bijna 14 jaar niet meer gezien. Dus. Nee. Ja, want diezelfde brief, zo, althans zo'n soort brief, heeft Bert dus ook geschreven. Dus er zijn een aantal mensen die daarna verlangen. Ja, daar leven ze. Hebben jullie contact met elkaar? Af en toe een brief, maar de laatste brieven die komen gewoon niet door op de een of andere manier. Want, wat ik ook, ja, het zijn allemaal dingen die voor mij helemaal vreemd zijn, maar ze is een bijvrouw, zoals ze dat noemen. Juist. Met andere woorden, jouw stiefvader, ja, die je misschien weliswaar niet zo, zo noemt, maar dat is, zo heet het wel. Laten we maar even die term aanhouden. Die heeft een jongere vrouw ook erbij, maar ze wonen wel weer bij elkaar. Ja, ja. Dat woont allemaal in één groot huis. En dat is daar, denk ik, normaal? Of wat, ja, kan daar? Ja. Maar ja, als zie ik zo voor je een gewone vrouw uit Montfort, zou dan daar met zo'n doekje omlopen en helemaal als moslim. Ja. En dat is terwijl het gewoon jouw moeder is uit Montfort. Ja. Heb je het er moeilijk mee, of niet? Soms wel. Ja. Ja. Hoe lang heb jij daar nou niet gezien? 14 jaar. Ja, maar ik bedoel, hoe oud was jij toen? 4, was ik weg. En jij? Ik heb het nog nooit gezien. Nee. Nou, daar sprak ik er net. Ja, ik sprak met haar en ze... Ik vind het verschrikkelijk leuk om jullie te zien. Kun je het je voorstellen? Ja. Ja. Ja, zeker. Maar ik heb dus gewoon met haar gesproken, zoals, net als ik met jou zit te praten. Ik was haar. Ze is er namelijk niet. Nee. Ja, echt waar. Je ziet je moeder terug, je ziet je oma, jij voor het eerst. Oké. Okay. Ik heb zo gesproken, geen telefoon, geen brief, maar gewoon, zoals ze zeggen, face to face, zoals ik bij jou zit. En ze verlangt verschrikkelijk meer. Ja. Ze is trots. En ze zal niet. Dat is je moeder. En daar is jullie oma. Ga dan naar toe. Anneke! 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 Ik kan zoveel van je
heeft mij geholpen dat ik mag komen in. Liefie, liefie, ook die kijkt naar de weer. Oh, die zijn je kleinkinderen ook. Oma, je kleinkinderen. Dat zijn je kleinkinderen. Janne! Ja. Oh, godziel! Mijn poppetje, mijn poppetje. Oh, jouw rug. Met een groot wijk van een liefie, liefie. En wie is dat? Annemarie. Oh man, ja, liefie, liefie. Jouw oma is niet mooi meer, hè? Janne, Janne. Oei! Lekker alle buik. Oh man. Oké, okay, heel graag gedaan. En sterkte. Dankjewel. Met alles. Dag oma. Meneer. Ontzettend, ontzettend bedankt. Ik heb het al gemerkt, dat is goed. Zo'n grote dienst hebben jullie mij bewezen, dat kan ik je niet vertellen. Allemaal ontzettend bedankt. Ontzettend bedankt. En daar zit de hele familie bij elkaar. Alleen oma is natuurlijk weer terug naar Turkije. Ja. Ja. Ja, dat was wel eventjes heftig. Goeiedag. Ik ben vreselijk benieuwd trouwens hoe het met die kleine Sylvana zal gaan. Om haar terug te zien als kleine Barbie-prinses. En normaal zie je op een modeshow veel mooie avondtoiletten. Maar herentoiletten, die zie je toch niet zoveel. Maar dit wordt een hele bijzondere modeshow. Maar eerst even samen naar de reclame en daarna vlug weer terug. Surprise, surprise. Waarom is de duivenspinda de lekkerste pinda? Omdat er bij de duivenspinda geen licht komt. Dag, ik ben van de duivens en nou ben ik een beetje... Want duivens koos niet voor een vensterzak. Nee, en ook niet voor een bak, maar voor een... lichtdichte zak. Hij is fijn. En daarom, heren, is de duivenspinda lang houdbaar en dus... lekker vers. Lekker vers, lekker vers, lekker vers. Als er een vijf is, duivis, als er een vijf is. Heer Notenboom, heer Notenboom. Hallo, ik moet nou toch echt even bellen met de duivis, want misschien dat er ergens anders nog een vijf is. Je hebt de slag zo te pakken met de nieuwe Multisnack Reverso van Tefal. Dankzij de verwisselbare bakplaten maak je de lekkerste wafels. Poffertjes waar je nooit genoeg van krijgt. Hamburgers. En tosties, klaar in een handomdraai. Tefal, je denkt ook aan alles. Waarin je ook gaat. De nieuwe cd van Rob de Nijs ligt nu in de winkel. Iets van een wonder. Iets van een wonder, een indrukwekkend album. Waarom jij? Met tijdelijk gratis een splinternieuw kerstalbum. Kerstmis brengt ons tijd. Een hoogtepunt van zijn carrière. Iets van een wonder, van Rob de Nijs. Ze is een wereldster, Barbara Streisand. Dit jaar gaf ze voor het eerst weer een aantal concerten, nadat ze dat heel lang niet durfde. Het waren optredens waar ze in Amerika nu nog niet over uitgepraat zijn. Weken ervoor waren de peperdure toegangskaarten al nergens meer te krijgen. En deze show werd een van de best bekeken programma's uit de geschiedenis. Morgenavond besluiten we onze muziekweek met een overweldigend concert van Barbara Streisand. Om 10:30, WRTL 4. Altijd de beste. Jong belegen kaas per kilogram van 12,75 voor 8,95 gulden. Echt Hema! Spaar kroonzegels voor korting op geuren en andere cadeaus. Ik geef ze bij elk tientje en bij Pantene stylingproducten 2 zegels en 2 zegels extra bij Invasiel deoroller of spray. DA, de drogist. Aan de ene kant voel ik wel wat voor 1000 gulden gratis accessoires, maar aan de andere kant ook voor nu halen en oktober 95 pas betalen.
Tja, de 306 Plus heeft deze maand wel heel veel leuke kanten. Zeg, heb jij het al gehoord van CNA? Vertel, vertel. Kassakorting? Zo hé, hoeveel dan? 25 tot 150 gulden kassakorting op... Nou, normaal is ze niet vooruit te branden. Ik ga naar CNA. Dat zijn echt hele oude bomen die er staan. Ja, fantastisch. Heel toevallig tegenaan. Het is een buitenkans. We moeten zo snel mogelijk de hypotheek rond zien te krijgen. Hepen dat de kapers op de kust zijn. Dus we hebben geen tijd. Maintenant, proposition nummer 3. Encore une. Je pensais voir les estimations pour le prochain trimestre. C'est le dernier point de notre mythe. C'est idéal pour notre plan. Tout à fait autre chose. On avait ici la serre pour y construire une nouvelle aile. Mais où est le parking? Ici, 20 places. Chris, kun je het gemeentehuis en daarna notaris Maaspeel. Ja, wat dan bijvoorbeeld heel goed werkt, is een hooglaagconstructie. Ik wil dit pand met z'n vieren kopen en dan in twee delen. Een résumé. 800 meter à 20 kilometer de Chipol. Quand peut-on commencer les travaux? Ja, met een combinatiehypotheek lukt het. Wat was het? Moi, je préfère la plus moderne. Er zit vaak zo'n klein verschil tussen een gemiste kans... Oké. ...en een buitenkans. Ongetwijfeld ING Bank. Ontdek de frisheid van nieuwe Lenoir Tropisch Fris. Het geeft je de frisheid van een tropische waterval. Lenoir Tropisch Fris. Ruik het op het navelpak in de winkel. Hallo, u bent weer terug bij de Surprise Show. We gaan in het laatste deel nog een paar dingen meemaken die u absoluut niet mag missen. Ten eerste ben ik naar Joop den Hoed in Leiden geweest. Zijn vrouw schreef ons dat Joop zo graag eens in modeshow zou mee willen lopen. Nou, kijk mee, want het werd echt een happening. Dat is niet normaal. Als ik zeg, we gaan samen naar de reclame en vlug weer terug, dan komt de reclame. Maar nu moet u blijven kijken. Trouwens, bij reclame vinden ze het ook dat leuk als u kijkt. Het heeft met de wens te maken en met reclame. Ben ik erg verwarrend? Komt goed. Het gebeurt in die flat daar. Drie hoog. Kijk, hier leuk, gezellig. Hier waak ik. Betreden op eigen risico. Wacht, wacht. Schijn nou toch uit. Toch wat gewend. Waf, waf, waf. Goeiedag. Hallo. Hallo, Hennie. Hoi. Hallo. Kom verder. Dank je. Je komt waarschijnlijk van mijn vader. Jij bent Petra dus? Ik ben Petra. Ja, dat is de dochter. Ja. Hé, wat staat een groot bord betreden op eigen risico? Wat is het? Laat eens kijken. Wat is het voor een hond? Ach, moet je nou... Kijk nou eens. Kijk eens, betreden op eigen risico. Ach, moet je nou eens kijken. Kom maar. Oh, dat is inderdaad een goede waakhond, zeg. Hallo. Dat is inderdaad, hallo. Dat is inderdaad een goede waakhond. Die klimt onder een tafeltje. Braaf. Oh god. Hey. Waar is lief, hè? Hey, nou ben ik toch flink in de veiling genomen. Hallo. Hallo. Ja, jij bent Joop. Gelukkig wel, ja. Ja. Goed zo. Hallo. Hallo, Wendy. Hoi, hoe is het? Prima. Dat is weer... De vriend van Petra. De vriend. Ja, zo zit het in elkaar. Ja. En meer dan vriend zie je, of ja. Niet? Ja. 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 Een goede vriend. Okay. Ja. Oh, kijk nou eens. Hij heeft een plasje gedaan van de zenuwen. Eigenlijk zou ik een plasje moeten doen van de zenuwen. Ja, ik doe wel eventjes. Bedankt hoor. Joop, ga zitten. Ja, ik ga zitten, Hennie. Ik heb een goede vriend van mij, het ook Joop. Die kennen we allemaal. Maar deze Joop, die heeft volgens mij een andere afwijking. Nou, een afwijking wil ik het niet noemen. Ik wil het meer noemen iets wat hij... Waar hij heimelijk van droomt. Nou, ja. Vertel maar. Ik mag het vertellen, dat doe ik ook hoor. Ik doe het aan de hand van een brief. Nou, dan stel ik je, floepers zijn het ook hier. Floepers is het woord in Leiden. Echt ingeluisterd hoor. Wat werd er verteld? Gewoon, je moet even blijven zitten wachten. En, wat... Nou, vrouwen jongen, het is, is niet te volgen hoor. Echt niet. Nee. Maar klopt het dat je... ijdel bent? Inderdaad, ja.
Dat vind ik niet erg, want ben ik ook. Nee, ik ben ijdel. Nee, dat is, maar het gaat ook wel eens de perken te buiten, of niet? Nee, zo ergens niet. Nee. Maar ik bedoel, doe je aan je lijnen zo dat wel? Je zorgt dat je er goed uitziet? Ja, ik ben net een paar kilo aangekomen. Dat vind ik al erg genoeg. Oh, dat vind je erg? Dat vind ik al erg genoeg. Ja, dat is logisch. Hey, ik check het even namelijk, want kijk, moet luisteren. Lieve Henny, ik zou zo graag een wens in vervulling zien gaan. Mijn man wil graag aan een modeshow meewerken. Het liefst in lingerie of badmode. Oh, jezus. Hij doet er alles aan. Maar het is een onderdeel natuurlijk. Om slank te blijven, ja. Hij heeft zich al in laten schrijven, maar misschien is dit zijn kans om verder te gaan. Ik zie graag een briefje of een telefoontje van jou retour met goede berichten. Nou, dit is een goed bericht. Ja, want ik ben er. Geen telefoontje, maar ik kom zelf aan de weg. Want kijk, ik zie dat wel een beetje zo voor me. Zo'n plankier. Van die gillende mensen. En dan jij dan helemaal zo als model. In lingerie. Nou, we hebben het nog veel leuker bedacht. Oh. Omdat je natuurlijk, ja, ze er goed uitziet en niet te dik of wat dan ook. Dachten wij, ken je die reclame van Karwei? Die reclame dat ze lopen met stortbakken. CV-pijpen, noem alles maar op. Al materiaal. Dat is een hele leuke commercial. Ja. Ik zou willen vragen, wil je meedoen om zo'n beetje die commercial na te maken? En wat denk je hoe een toiletpot jou staat, joh? Oh, fantastisch. Dat staat goed. Ik werk al mee aan je show, joh. Ja, hoor. Maar het duurt wel heel lang, want een commercial maken duurt een tijdje, dat weet je. Ja, ja. We gaan naar de studio in Aalsmeer. En daar zorgen we ervoor dat we die commercial, die leuke commercial, want ik vind hem heel leuk, zo goed mogelijk proberen na te maken. Met een beetje hilariteit erin en een beetje lach natuurlijk. Perfect. Hè? Ja, doe ja? Ja. Nee, het. Het is je wens? Ja, het is. Nou ja. Studio Joop, dit is Aalsmeer. Hier is de plek waar het gebeurt. Ja, dat moet hier gebeuren. Dat moet hier gebeuren. Licht en alles. Ja, en hier is de smink. Oh, zie je de smink. En daarachter zitten allemaal mensen die voor jou speciaal. Mensen? Ja. Oh. Ja. Even kijken. Ben kijk of ze je herkennen. Ja. Hey! Ja, je hoed. Zo, ja. Ja, mooi hè? Figuratie, kijk eens allemaal. We hebben zelfs een paar topmodellen uitgekozen in deze clip. Een van de duurste modellen van het castingbureau hebben is 94 deze man. Kijk eens, succes ook. Het gaat allemaal gebeuren. Gaan we nu naar Studio 7 toe. Goed. Ze hebben het ook allemaal gesminkt. Fantastisch. Oké, het ging uitstekend nu. Ja, perfect. Kijk, wat we daar geregeld hebben, dat is allemaal figuratie voor het spotje. Kijk eens. Hallo meiden. Dit is de set, joh. Hier gaat het gebeuren. Het plankier. Er is nog helemaal niemand voor de rest, alleen de techniek. Ja. En dan die spot, die man doet dan helemaal zo, weet je wel. Ja. Kan je het eens een keertje voordoen? Nou zo, helemaal. Ja, dat stelt niks voor, joh. Wel, hij komt hier doen. Uit het kruis, uit het kruis. Uit het... Hup! Draai je met de heupen. En dan? Ja. Nou, dan een beetje diesel. Ja. Weet je wat we doen? Laten we hem erop gaan nemen. Je bent er helemaal klaar voor, merk ik. Goed? Prima. Action!
was jouw wens? Dit was mijn wens, ja. Hoe vond je het zo vandaag met al die lekkere meiden? Nou, grandioos. Echt, het waren scheetjes. Ja. Hier heb ik zweetjes. Ja. Het was een heel karwei. Ja, dat heb ik gezien. Ja. Ja. En je vond het leuk? Perfect, ja. Oké, jongens, nog één keer een lekker applaus voor onze Joop. Ja, en daar zit hij, Joop den Hoed uit Leiden. Een echte playboy. Niet uit zo'n blad, maar gewoon die dingen die vlak naast de wc staan. Dat was leuk. Wil je het nog een keer zien, Joop? Ja. Dat zal gerust wel, ja. Nou, komt hier nog een keertje aan. Onze zelfgemaakte commercial. Joop, trots als een pauw, Joop. Was leuk, hè? Was prima. Weet je wat ik ook zo ontzettend nieuwsgierig ben? Jullie ook? Hoe is het? Misselijk van de frikandellen nog? Nee, hè? Morgen hond, geen weer beginnen. Ik ben zo ontzettend nieuwsgierig hoe het nou met die kleine Sylvana gaat, die we hebben gezien als Barbie-fan. En nu komt ze, als het goed is, helemaal verkleed als Barbie-pop. Want dat was haar grootste wens. 4,5 jaar en dan voor een miljoenen publiek. Daar komt ze aan. Geef haar een groot applaus. We hebben het nog niet gezien. Ah. Wat zie je er prachtig uit. Ja. Ik ben er helemaal stil van als Barbie, hè? Ja. Ja. Dan heb je van die Barbies, dan heb je zo'n knopje op hun rug en dan zeggen ze, ik hou van je. Even kijken bij jou of daar ook zo'n knop zit. Even indrukken. Waarschijnlijk geen batterijtjes in. Hey. Prachtig. Kijk, en precies zoals die pop, hè. Nou heb ik nog iets voor je. Ik heb namelijk nog twee Barbies, want dus je hebt er al een heleboel. Maar nou mag je die ook houden natuurlijk, uit het museum. Je mag de jurk houden. Dat is wel leuk als je misschien een carnaval of als prinsesje of als iemand gaat trouwen of een echtscheiding of weet ik wat er gevierd moet worden. Ja, jij zijn tegenwoordig allemaal feestelijke dingen. En dan heb je daar vast de jurk voor. En dan mag je ook hier nog een Barbie uitzoeken. Welke je dan het liefste nog wil. Buiten die dan. In verband met verwennen. Die vind jij het allermooiste nog? Ja. Die erbij nog. Nou, hou ze allemaal maar vast, meid. Dit was jouw grootste wens, hè? Ja. Ik vind dat je er geweldig uitziet. Mag ik je van een pakket geven? Ja. Voorzichtig, hè? Ach, wat schattig. Loop maar. Schattig, hè? Wat een popje. Hoe is het mogelijk, hè? Schattig, ja, inderdaad. Ik hoor helemaal dames naast me. Hoe is het mogelijk? Inderdaad. Nou, het is mogelijk. Je ziet het in de surprise show. Ik heb nog één popje over en die wil ik graag aan iemand geven. Die, er moet iemand zijn die een dochter heeft. Want je hebt misschien mensen met een zoon daarmee. Die willen we dus niet. We willen gewoon iemand geven die een heel klein grietje heeft die gek is op Barbies. Een klein grietje, een opdondertje. Eentje die misschien net geboren is of van een paar maanden oud. Wie heeft er een... Hebben jullie een zoon? Een dochtertje. Hoe heet jij? Is dat je man daarnaast? Dion. Heb jij een dochtertje? Ja? Hoe oud is die?
Net iets ouders. Weet ze al wat Barbie popjes zijn, denk je? Nee? Zou ze hem leuk vinden, denk je? Het is wel een mootje. Vast wel. Hoe heet je dochtertje? Soraya. Dion heet jij? Wil je even met me meekomen dan? Ga zitten. Alsjeblieft. Dankjewel. Je denkt dat ze hem mooi vindt? Ja, tuurlijk. Ze is nog heel klein, hè, zeg je? Ja. 3 maandjes geleden geboren, zo? Ja. Ja. Waar kom je vandaan? Suriname. Dat kun je niet zien. Nee. Hoe zit dat in elkaar dan? Gaat generaties terug. Vertel het aan ons hoe dat zit met die generaties. Je mag het poppetje vasthouden, hoor. Ja. Als kolonisten in Suriname kwamen, dan waren dus mijn voorouders van mijn vaders kant en van mijn moeders kant, ja, zijn gewone Bosland Creolen mix met noem maar op, alles door elkaar heen. Waar ben je geboren zelf? Paramaribo. Hey, en hoe ben je nou uiteindelijk hier in Nederland terechtgekomen dan? Mijn vader heeft me hier naartoe gehaald. Waarom ben je naar Nederland gekomen? Ja, toen werd destijds mij verteld voor een betere toekomst en noem maar op. En woonde je vader en moeder nog steeds daar? Heb je alleen je... Nee, die waren gescheiden. Mijn moeder die bleef in Suriname. En die heb ik nog twee halfzusjes en een half broertje. En mijn vader was hier met mijn eigen broertje. Ja. Maar die is gehandicapt. Je bent hier natuurlijk uiteindelijk in Nederland terechtgekomen. En je zit hier nu in de Surprise Show. En ik geef je een popje voor die kleine meid. Heb jij enig idee wie mij geschreven zou kunnen hebben over jou? Ja, dat kunnen een heleboel mensen zijn. Ja, maar wat denk je zelf? Schoonmoeder misschien? En ze schrijft dat je vrouw of je vriendin toen in verwachting was. En inmiddels heb je dus een dochtertje gekregen. Ben je er trots op? Ja, tuurlijk. Ben je trots op? Je bent nog jong, hè? Ja. Mag ik vragen hoe oud? Ja, tuurlijk. 22. 22. Hey, op dat moment dat je dus vader werd... Had je toen niet een beetje het gevoel, kreeg je toen over je van, eigenlijk zou oma de baby moeten zien? Ja. Dat gevoel had ik wel, ja. Hoe lang heb je je moeder niet gezien? Bijna 11 jaar. In december wordt het 11 jaar. Dat is een lange tijd, hè? Ja. Het is ook een lange reis, Suriname, weet je dat? Ja. Dat hoef ik jou niet te vertellen. Nee. Hey, dat popje is voor je dochtertje, maar dat andere, echte popje... En dan bedoel ik je dochtertje daarmee. Ja. Wil oma zo graag zien. En ik denk dat jij je moeder ook wel heel graag wil zien. Ja, zeker weten. Want ze is hier. Ja, dit is de Surprise Show. Hier is je moeder na 11 jaar. Kijk maar. De mensen zijn gelijk, ze kennen nog de liefde, ze voelen zich nu rijk. En niets is echt onmogelijk, u gelooft uw ogen niet. Als u al die verrassingen in de Surprise Show ziet. Surprise, surprise, het onverwachte is de mooiste prijs. De verrassing brengt u zomaar van de wijs. Surprise. Zomaar eventjes op de tribune en je wordt naar beneden gehaald met een Barbie pop. En je ziet na 11 jaar je moeder terug. Dit was weer de echte enige Surprise Show. Tot volgende week donderdag op RTL 4. De beste, dames en heren, het beste. Surprise, surprise. Oh, ja. Het onverwachte was de mooiste prijs. Een verrassing bracht u zomaar van de wijs. Wij gaven u vanavond deze show cadeau. Surprise, surprise. Surprise, surprise. Het onverwachte was de mooiste prijs. Een verrassing bracht u zomaar van de wijs. Wij gaven u vanavond deze show.
surprise. Het onverwacht, de was de mooiste prijs. Een verrassing dacht u zomaar van.